Goedemiddag, wij zijn op deze woensdag 15 februari 2017 op bezoek in Dedemsvaart. Ons doel is Annie Peters. Annie is heel actief voor de carnavalsvereniging. Wat zij allemaal doet, dat gaan we u, of dat gaat zij u zo meteen vertellen. Geniet ervan. Alaaf! Die gaat ook naar de winkel? Ja, die gaat naar de winkel. Maar die moest ook even nog passen voor een ander ding. En hier wordt, dit wordt een mus. Mus voor een grote kop. Die hulp van hand, hoe heet het? Arsanio. Ja, ja. Die heb ik gemeten. Ik denk, grotere kop is er niet. Grotere kop is er niet? Heb ik tegen hem gezegd. Nou, ja, oh, nou, dat komt. Groep dames hebben we dus een carnavalswinkeltje opgezet en verkopen we dus spulletjes. En de opbrengst van al die spullen, dat is dus dat wordt weer gebruikt voor de jeugd. En mevrouw Annie Peters, ja, die heeft van allerlei dingetjes voor ons gebreid. We hebben wol aangeleverd en Annie was zo vriendelijk om daar dingen van te gaan breien. Sjaals, beenwarmers, handschoenen. Volgens mij hele mooie mutsen en petten. Annie heeft een mooie mascotte voor ons gemaakt. Natuurlijk ook in de kleuren van de carnaval. Het rood, geel, groen. Een mooie beer aangekleed. Een narrenkop gebreid. Een mooie strohoed. Een heel simpel ding die Annie dan weer versiert met onze carnavalskleuren. Is dit een Annie-sjaal? Met twee leuke poppetjes aan de zijkant. Beenwarmers. En deze. Ja, die is vreselijk drukbelast voor ons. Dus door zit hij altijd te breien? Ja, ja. Aha. Dit is mijn plekje. Aha. We hebben net in de carnavalswinkel gekeken. Nou, dat is een hele collectie. Ja. Ik heb speciaal een stoel gekocht voor buiten zitten. We hebben al die zomerstoelen, allemaal met leunings. Ja. En dan ben ik denk, ik sta achter thuis en dan zit hij maar. Ja, het is wel wat te zien daar, maar... Ik denk... Ik ga naar de makelij toe en kijk of daar een stoel is zonder leuning. Ja. Nou, daar hadden ze soms zo'n sky helemaal. Ja. Ik denk, nou, en die hebben... Dat kan hier prima met breien. Ja. En dan kan ik soms ook breien achter dus. Ja. Maar ze noemt toe bij de carnavalsvereniging de breioma. Weet je dat wel? Nee. Ja, dat zijn ze. Breioma Annie Peters. Dat is toch een mooie titel? Oma ben ik wel van alle kanten. Ja, nou, dat is een heerlijke titel. Ik heb 8 kleinkinderen, maar ik heb ook 8 kleinkinderen. Oh, echt? En die heb je waarschijnlijk ook allemaal aan van alles voor een breid. Of niet? Ik heb zelfs... De buurman en buurman ken je? Dan heb ik hier een foto. De foto van de tweeling, die heb die mutsen op. Oh, ja. Hoeveel mutsen heb ik allemaal niet gebreid? Ja. En vorig jaar... Eigenlijk een paar mussen voor de carnaval ook. Maar dan waren ze al weg voordat het intwinkeltje ging. Oké. Wat betekent carnaval voor u? Wat hebt u met carnaval? Altijd al lid geweest? Ik ben altijd... ik ben door bij de Waag. De bakker. Fan bakker. Daar heb ik ook wel vaak geholpen. Maar heb je het carnaval vieren van huis uit meegekregen? Nee. Nee? Nee. Hoe ben je daar dan zo ingegaan? Weet ik niet. Weet ik niet. Weet niet hoe het ooit begonnen is? Ik ben
Van Bakker. En die woonde naast ons in de Molstraat. En zo ben ik dan een paar keer... Ja, mijn kinderen waren er ook wel gek op. Ik heb zelfs nog een keer een pak voor mij gemaakt. Een clownspak helemaal. Oh ja. En dat heeft een van de jongens nog, Van Dijk, heeft dat aangehad op Slaharen bij de carnaval. En die heeft nog een prijs gewonnen. Dus, Oké. Ik ga wel straks met ouderen dinges. Ja. Ik denk, en dan krijg ik een medaille, geloof ik. Oh ja? Ja. Oh. Dat we ons al doen met de broodsmaaltijd. Ja. Maar toen was ik gevlogen. Oh ja, toen was je er al niet meer. Ja, het was 11:45 en toen denk ik, ik moest naar huis zijn. Want ik wil om 12:00 wil ik altijd graag eten, omdat ik diabetes ben. Oh, oké. Ja. En toen was 11:45 en ik denk, ga weg. Ik denk, de meesten hebben wel een oorkond al gekregen, dat heb ik al achter terug. Dus, in geen moment heeft de prins heeft mij opgeroepen en... Maar hij zegt wel, de vogel is gevlogen. Ja. Maar hebben ze je dan gevraagd van de carnavalsvereniging om van alles te breien? Of heb je dat aangeboden? Ik heb... Was er, ik weet niet of dat weet van de makelij. Was de truin. Warme truindag. En daar heb ik de eerste en de tweede prijs gewonnen. Ja, dat weet ik nog. En toen kwam ik bij Primera. En daar stond... dinges in de winkel? Ja. Diana Albers? Ja, Diana. En dan zegt ze tegen mij, wil je niet voor ons breien of voor de carnaval? Ik zei, ja, heel graag. Ik zei, want ik moet wat te doen hebben. Ja. Okay. Dus zo is het gekomen. Oh, en zo is het gekomen. Maar hij kreeg geen zere vingers van hij zoveel... Nee. Maar ik zie altijd veel ziek breien en dan doen ze dat zo. Gaan ze zo breien. Maar bij mij gaat alleen maar de vinger. Ja. Maar hun doet dan zo. Die hele arm hebben ze dan nodig. Ja. Maar ik doe alleen maar de vinger, zie je? Ja. Hij enig idee bij om wat hij allemaal breid hebt en hoeveel ervan? Hij dat bij om? Nee. Nee? Nee. Oh, dat is wel jammer. Mussen, ik heb heren, hoeden, een slaapmuts en hoedjes. Ik heb voor mezelf wat bereid. Moet ik dat eens even zien? Dan? Ja, laat maar eens even zien. Dan moet ik eventjes naar boven. Ja, geef niks. Oh, geef niks. Die heb ik voor mezelf gemaakt, want ik wil zelf ook wat op hebben. En dat is gewoon een harde rand. Ja. En dat brei ik dan helemaal om me toe. En die, wanneer zet je die dan op? Met de bejaardenmiddag. Oh, met de bejaardenmiddag, dat. Ja, oh, wat leuk, ja. En hoe kom je, die wol, die koop je allemaal? Die krijg je allemaal van hun. Oh, die juist. En dan gaan we naar de wolschuur. Ja. Maar dan kunnen ze niet altijd wachten om mee te gaan. Nee. Mijn dochter wil ook graag mee. Dus op een gegeven moment hebben wij ik weet niet hoeveel pakken hebben wij daar weggehaald. Ja. En dan, dus de wolschuur heeft er maar goed met de carnaval. Ja, ja. Maar dat zeg ik, is feit niet heel saai om daar elke keer dezelfde kleuren te gebruiken? Rood, nee, geel, maar dit is ook heel andere wol weer, hè? Ja, dat is weer andere wol. Ja, dat klopt, natuurlijk. Maar het bent wel altijd dezelfde kleuren. Ja, maar dat vind ik niet erg. Want zoals dit sjaal ook, dan denk ik, nee, in de breedte, ik denk, ik kan gauw weer een rood beginnen. Ja, ja, wel? Ja, 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 ja. Dat is wel... Hoe lang doe je nou over sociaal? Hoe lang doe je erover? Want soms dan blijft het wel een week weer weg. En dit is, wat is dit? Twee recht, twee averecht? Of wat is het voor steek? Ze zeggen de... Ja, de patentsteek. Oh ja. Ja, ik zie het. Mooi. Kijk, en ik heb ze ook... allemaal een paar handschoenen gebreid voor de eerste, voor de prinses in Korneuten. Oh ja? Ja. En ik kom op de wagen dan. Oh ja. Ik zei, volgend jaar krijgen die kinderen dan nog aan. Oh ja? Dan maak ik een muts weer, een sjaal en een paar handschoenen. Oh, wat leuk. En waar heb je dat allemaal geleerd? Want niet iedereen kan dat. Ik heb ontzettend veel
gebreid voor de kinderen. Ja, dat ik gewoon in me zitten. Je kunt dat. Ja, de jurken voor de carnaval, voor de Svaria dan. Heb je ook gemaakt? Denk een foto op. Mag ik hem weg dan? Ja hoor, ja, ja. Zijn er wat? Maar ik heb er 17 nou. 17. Kijk, en die jurken werden gemaakt door Ali van Patroon. Ja. En dan kreeg ik de overgebleven rapjes. En dan zei ze van, of dan kreeg ik een foto, dan moest ik maar zien. Maar ik kreeg precies hetzelfde. Werd een jurk gemaakt als van de... Als ze zelf aan hebben. Ja. Maar vleend jaar anders, ja. Een klaargekookte jurk, klaargekochte jurk. Ja. Ja. Zoals ik heb koningin Maxima eenmaal nagemaakt. Oh ja? Dus, maar dus je bent niet alleen handig met breien, maar... Ik ben overal handig, ja, wat dat betreft. Ja. En ik paar kinderen hebben precies hetzelfde. Ja. Ja. Ik heb daar nog iemand in, maar ik... Ja, crea bea, zeg maar. Nou weet ik dat u niet alleen maar breit, maar ook een beetje een soort verzamelaar bent, hè? U verzamelt, serviesgoed. Dat zien we dan daar in die kast. Kleine kopjes. Ja. Dat zie ik samen met Wim. Ja, en die kopjes nu gebleven? Een kleindochter heeft er van mij, heeft ze me gekocht, zo'n kast vol. En die zegt later van, oma, wil je weten wat ik ermee gedaan heb? Ik zei, al in ze kapotte slaan. Ik zei, je hebt ze gekocht. Heb ik ook, zegt ze. Ze heeft een mozaïek, helemaal hier achter de kast. Helemaal mozaïek, allemaal mooi. Echt? Mooi. Maar goed, al met al ben je blij met de carnavalsvereniging. Ja, denk ik. Zegt ze wel. Ja, want ik zou er ook een medaille krijgen. Maar kijk, Han, dat is mijn melkboer. Oh ja, prins Han. Ja, je zegt net een prinses die kon nuiten. Maar je bent niet van u zo'n katholiek. Ja. Oh, dat wel. Dus je bent wel met carnaval opgegroeid. Zoals Hans, je vader, heb ik in de Luiers gehad. Oh ja? Daar heb ik gewerkt. Dus ik ken die familie heel goed. Oh, vandaar. Ja. Maar je bent geboren in Dedemstraatse? Ja. Ah. En want 10 maanden zijn we naar Slagharen gegaan. Oké, en daar heb je gewoond tot? Als kinder zijn, en toen was ik 16 jaar, toen kwam ik bij de familie Roots in betrekking. Oh ja. En wat ga je nou, volgend jaar weer doen met carnaval? Ja. Ja? Ja, ja. Maar ze laten me gang gaan. Breid me wat. Wat je zelf wilt? Ja. Daar heb ik van alles bij gebreid, maar nou... Nou heb ik dan graag die muts wil ze graag. Ik heb ook die strooien hoeden. Ja. Er staat er ook eentje daar. Die heb ik ook helemaal om toegebreid helemaal. Ja, weet je of te veel verkocht is al? Dat weet ik niet, nee. Ik ben er 1 keer geweest. Ja. Maar straks met de optocht dan zie je al die spullen van jou waarschijnlijk weer voorbij komen. Ja. Of niet? Wat doet dat dan met je? Ben je er trots op? Ja. Ja? Ja. Ja. Nee, hey. Ja, natuurlijk. En terecht. Ja, ik bedoel... Het is wel een prijs. En dan ga ik maar vrolijk weer verder. Ja. Ja. 89 bent u, hè? Nee, dat word ik straks. Oh, wanneer? 28 juli. En dat is altijd met de dinsvaria. Oh ja. Ja. Maar weet je wel hoe ik aan 88 kom? Nou. Dat is een heleboel. Ik zeg, ik heb 4 kinderen, die waren alle 4 getrouwd, dus 8. Ik heb 8 kleinkinderen, ik heb 8 achterkleinkinderen. De laatste is geboren 8 juli, ik ben 88 en mijn geboortedatum is 28/7/28. Dat is ook al. Dat is wel mooi. Ja, als je zit te breiden, dan kun je een heleboel, dan krijg je je hoofd los. Ja, oh, dat zal best. Ja, als je s'nachts in bed ligt, dan moet je soms praktiseren en niet slapen kunnen. Maar verder de bergen, dan heb ik mijn kop los. Ja, nee, dat denk ik dat dat zo is. Ja. Maar ik heb jullie koffie beloofd. Dat ja, dat ja. Klopt. Ja, kom dan. Ja. Ja.
van ik ben nog, hè, nog fit en vitaal. Ja, ja. Ja, want dat, dat zagen we, ja. Wie... Alleen de voeten, hè, al in de... Nou ja, maar je, je bent nog toch ook nog bij de dansclub, of niet? Dansclub. Hmm. En toen was aan een showclub. Oh ja, en wel, welke dansclub dan? Country. De Line Dance Club, ja. Kompas. Ja. Daar ben je lid van. Ja. Hoe lang doe je dat al, dat dansen? Misschien wel 24 jaar. Oh ja? Nou, 20 zakken zijn 20, 25. Plezier aan? Ja. Ja, oh ja, dan mis ik niet gauw. Dan mis ik niet gauw. En doe je nog meer behalve dansen? Plattelandsvrouw. En dan zoals donderdags. Geraniumcafé. Gisteren. Gisteren was dinsdag. Ja. Hebben wij bingo van de Katholieke Ouderenbond, zou ik zeggen. Ja. Nou, en dan zaterdag is van de Vlierenfluiters. Hier, daar kom, ik heb hier ook alles dichterbij, hè? Ja, ja. Ik heb hier allemaal dichterbij, ik hoef de straat maar over te steken. En je gaat er wel naar de optocht van de carnavalsvereniging? Nee. Of? Ik ga hier op de Lange Wijk kijken. Oh ja. Want als je hier bij de bron gaat kijken, dan gaat het dan vaak uit elkaar. Maar er moet een heleboel nodig naar de wc toe. Die hebben die hele optocht meegemaakt, dus er gaat een heleboel uit elkaar daar. Ja. En dat, maar en dan om zakjes. Maar hey, ik heb alweer een heleboel in de kop. Ah. Hoe ik dat doen wil. En het gebeurt s'nachts vaak, hoe ik dat allemaal doen wil. Oh ja, dan begint het te werken van hoe zal ik dat doen? Ja. Dus dat weet je al, daar ga je voor. Ja, dat heb ik dan al in de kop. Hoeveel uur per dag denk je dat je breidt? Enig idee? Nee, ik doe mijn werk ook allemaal nog zelf. Ja. Ik heb nog geen hulp. Oh, helemaal geen hulp? Nee. Oké. Nou, dat is wel knap. Ja. Mam, neem dan hulp. Ik zeg, wat moet ze dan doen hier? Als jullie zeggen dat ik ga versmeren, ik zeg het dan... Roep me maar streng zo. Ik zeg maar verder. Zover is ze nou niet. Nee, maar zoals die. Ik heb ooit meegemaakt in een van de dochters, de televisie. Daar kun je op schrijven. Dat kan misschien ook wel. Maar dat zit me niet op de rug. En toen zegt ze tegen mijn man: kun je wel opschrijven? Ik heb een stofdoek gehaald. Ik zei: hier, als je toen in de weg zit. Maar ze doen nooit. Breed je door dan appartement of nee. Doe je dat? Ik breed eerst een brede rand. Dat ik zie je zo en die merk ik dan vast. En dan ga ik dit zeg maar zeggen. Ik heb een hoedje, die heb ik dit zo gemaakt. Maar die was me te groot. En daarom ben ik mijn kleinere. Ik zie wel dat ik een beetje over elkaar heb. Ja. Een beetje kleiner gemaakt. Maar van deze ding, daar kreeg ze er wel meer van. Maar, nee. Ja, ga jij niet. Ja, dat bedoel ik. Ja. En ze wordt gewoon niet kwalijk nemen, dan kom ik een keer. Want zo'n, hoe heet die, adjudant van de week ook. Ik zeg, ik ben graag weer zo'n dikke kop als jij hebt. Zo zeg je dat zomaar tegen mensen. Ik zeg, nou, ik zeg, als je het niet ernstig zegt, maar...